Oké, dan, beste mensen, daar zijn we dan alweer. Nou ja, omdat ik nog vergeten was het traditionele winterse landschap wat we elk jaar toch rondom kerst schilderen, eventueel voor een kerstkaart, daar zijn we waarschijnlijk nu wat te laat mee. Dus ik bouw er weer gewoon eentje op. Dus eigenlijk twee onderwerpen deze week. Het model van vorige week, of eigenlijk ook deze week, maar die had ik er vrijdag al opgezet. Bij een kleine kanttekening trouwens, want ik heb hem hier liggen. De blinde vlek waar ik het over had. Nou, je ziet, ik heb dus ook duidelijk een blinde vlek. Want ik heb die benen, had ik eigenlijk wel goed zitten. En daarna heb ik die in het vorige filmpje gecorrigeerd. Maar ja, daarmee trek ik eigenlijk gewoon het onderlichaam, rek ik te ver naar onderen uit. Dus dit stukje zou eigenlijk uitgeknipt moeten worden en een stukje naar boven toe. Dus ja, ik zit mezelf te vergalopperen, zag ik later al. Met dus dan ook die verhoudingen. Nou ja, dit kun je natuurlijk nog verder uitwerken. Maar goed, daar word je wel in begeleid in het atelier. Het lijkt me wel zelf prettig om nu even het winterlandschap te doen. Nou ja, als je op Google en dan Winter Landscape, Holland Winter Landscape, als je Hollandse landschappen wilt, dan kun je dat natuurlijk prima opzoeken. Dan krijg je prachtige foto's. Als je er nog painting achteraan typt, krijg je prachtige schilderijen. Nou, je ziet echt die mooie, nou, heldere, wittige sneeuwlandschappen waar we in Nederland, nou ja, waarschijnlijk helemaal van verlost zijn. Tenminste, als je niet van sneeuw houdt, dan gebruik je dat woord. En als je het wel mooi vindt, ja, dan is het wel een hele jammere gebeurtenis natuurlijk, dat klimaat, die klimaatverandering. Maar goed, dit zijn de foto's die je dus dan krijgt als je op die zoektermen zoekt. En met painting krijg je dus wat schilderijen. Je ziet hier al eigenlijk een beetje de basic van hoe ik zelf ook dennenbomen altijd wil opbouwen. Eigenlijk gewoon eerst beginnen met een donker ondergrond en daar overheen zet je dat licht. Zelfs in het landschappelijke gedeelte. Eigenlijk zorg dat je eerst toch even wat body hebt in plaats van dat je gelijk op het witte papier doet. Dat zul je zo meteen ook mee zien doen. Dat er toch wat eerst donkere gedeeltes worden neergezet en daarna pas de sneeuw eroverheen schilderen. Prachtig het atmosferische effect natuurlijk naar achteren toe, dat je die bomen naar achteren toe vervagend schildert. Nou ja, die spettertjes die kun je natuurlijk achteraf doen, als er dan ook een sneeuw effect nog moet komen. Hallo, wat is dit? Nou, je ziet nog even trouwens hoe mooi eigenlijk ook het doek kan werken als je dat als ondergrond gebruikt. Veel blauwige, tenminste in de meeste sneeuwlandschappen. Dus ik heb weinig rood en geel aan het palet. Dus daar moet je me even rekening mee houden. Anders gaat mijn bak rood en geel waarschijnlijk overlopen beneden. Tenminste de restanten. Want die worden dan niet gebruikt bij de meeste winterlandschappen. Alhoewel je ziet hier natuurlijk wel heel licht een gelig effect. Maar het is altijd minimaaltjes in winterlandschappen. Hier nog wel wat rodig en gelig. Je moet het altijd wel een beetje gebruiken. Dus blauw, en daar zit ook altijd wel wat rood in als je de bepaalde kant op stuurt. Ook hier reflectie. Maar het is over het algemeen blauwig. Ook de schaduwen, wat blauw paars. Dus zou je de roze rood of de magenta nog even kunnen gebruiken. Het geeft, vind ik, altijd wel een mooi effect hoor. Als je het ietsjes warm met warmte omkleedt. De koele kleuren. Maar je ziet er ook prachtig weer dat highlightje hier van de sneeuw. In plaats van dat je het overal wit doet. Moet ik even kijken. Dus zoek je ook je foto's goed uit. Dat je dus in ieder geval misschien ook rekening houdt met waar het licht opvalt. Het hoeft natuurlijk niet allemaal zo precies. Richting de realiteit of richting de impressie van de realiteit. Het kan ook veel meer van de afbeelding af. En ga dan maar gewoon spelen met het gegeven. Want dit, dit is voor mij veel meer experimenteel aangebracht met de achterkant van een kwast. Of misschien wel een lucifers houtje wat ingesmeerd wordt en wat dan afgedrukt wordt. Je ziet hier ook heel mooi die verschillende effectjes van wat sneeuw zou kunnen zijn. Het is wat aquarelachtig natuurlijk dit. Ook zo'n boom als dit. Misschien is dat wel met een van de borsteltje opgebracht. Dus het hoeft vooral niet richting de realiteit te gaan. Maar ja, meestal gaan de inleiding daar wel een beetje heen. Omdat je toch vaak eerst wat in je rugzak denkt menig een te moeten stoppen. Qua ambachtelijke vaardigheid. Dat is bij een boel mensen is dat denk ik zo. Maar het is ook gewoon als je gewoon lekker al vrij in je vel zit. En je gaat met bravoure gewoon beginnen. Dan is het eigenlijk ook altijd wat mij betreft goed. Omdat laat me door je heen regenen. Dan komt die bekende uitspraak weer.
in de natuur, ja, de natuur die gaat ook niet nadenken. En op een of andere manier voel je aan of iets echt is en dat het niet te veel een trucje is. Nou, wel een terugkerende manier van uitleggen natuurlijk van mij. Ook hier eerst die dennenbomen weer wat donker maken. En daarna pas ga je dat sneeuw eroverheen draperen. En ook hier, ik zou toch eerst zorgen dat het een beetje een ondergrondje heeft. Van een beetje grijzig, het hoeft niet heel donker. En dat je daarna dat witte van de sneeuw eroverheen drapeert. Ook hier die takjes. Ja, toch eerst even dat donkere. Ja, trouwens, het hoeft niet eens constant. Ik denk dat het hier in één keer eroverheen is gezet. Maar dan heb je in ieder geval het donkerte zeg maar, van de achtergrond van de rivier. Waar het sneeuwgedeelte zeg maar, in ieder geval zich dan nou, lekker mee kan, tegenop kan verhouden. Qua toon. Nou, deze ga ik dus niet doen. Even kijken, ik zat zelf te denken om deze te doen. Even kijken. Of dat zo speciaal wordt. Ja. Hij neemt. Ja, klopt. Nou, het is een beetje schaken van achter naar voren. Je ziet hier heel prachtig dat oranjeachtig gebied. Dus een beetje. Toch dat. Dan zie je dat niet helemaal, maar ik zal hem zo meteen weer naar beneden doen. Dat is behoorlijk oranje. Ik zal deze dus eventjes gewoon hier opzij leggen. Dan krijg ik meteen het hele water weer vies. Ja, ik hoop pas door mijn iPad. Is ook weer niet helemaal vies wordt die hoes. Dat wordt hij dus nu al een beetje. Kijken. Lekker geprut soms. Nou, dat lijkt nog niet echt helemaal. Nou, ik begin hier ook met toch een beetje een wat grijzige blauwige tint. Pak ik de ultramarijn, de briljant blauw en de uiteraard wit, anders wordt het wel, dat is te blauwig. Mag wel meer bruin erin. Dan trek je hem helemaal richting een wat nou, donkerder grijs. Het is daar natuurlijk niet zo donker. Dit is wel heel donker hoor. Even kijken of ik hier ook later nog wel gebruiken. Niet wat meer lichtere toon hier naar boven toe. Gaat het zelfs over een beetje in die oranjige. Naar het midden toe. Maar goed, dat kun je ook later nog wel tussen die bomen een beetje door schilderen. Ja, raak het maar aan dan. En ook hier. Even kijken. Ja, gewoon een beetje richting de blauw-grijze. En hier naar onderen toe ga je naar een donkerder variant. Een beetje die briljant blauw-achtig. Ook hier weer afzwakken met daar komt die boom zo meteen heel mooi voor langs. Nou, de plattigheid van de rivier hiervoor, of in ieder geval de oever nu eventjes. Zometeen ga ik op deze ondergrond dus tekenen en dan zie je het wel gebeuren. Of tekenen, schilderen, maar.
hier de andere oever. Dus dan ga je die penseelstreek eigenlijk ook al anders doen. Wat meer horizontaal en hier, nou, mocht het ook wel wat verticaal of diagonaal. Nee, hier krijg je de rivier. Even kijken. Kijk, in verhouding is die redelijk donker. Met name hier zo aan deze oeverkant. Maar, en houd er rekening mee, zometeen ga je met licht hier overheen schilderen. Dus geen paniek dat het nog niet ergens op lijkt. Ik zeg zometeen dat oranje natuurlijk weer spiegelt, maar ik ga het toch eventjes donker maken. Eerst eventjes. Even kijken, nou, dit is wat mij betreft de eerste laag. En nou, wat ik ga doen met die iPad munten. Ja, okay. Hier heb ik dat servetje erop. Even kijken. Nou, ik ga heel klein beetje even helderheid scheppen waar wat ongeveer is. Met gewoon de donkerblauw en de donkerbruin. Kijken, hier krijg je heel mooi die donkerte van die boom waar je zo meteen en die stammetjes moet je eigenlijk zorgen dat eerst dus die achtergrond goed is. Ik kan het alvast wel even aanbrengen. Dus ja, even kijken als hier nog wat wittig moet, zeg maar, hier. Atmosferisch een beetje naar achter toe. Volgens mij gaat er die zon daar doorheen. Dan moet je dat dus nu even doen voordat je daar die stammetjes overheen zet. Ook hier heel klein beetje die oranje. Net ietsjes voor aanbrengen. Hier krijg je een heel mooi lichtstukje. Waar die zon ook nog een keer doorheen schemert. Dus het is echt van achteren naar voren. Ook hier aan de zijkant zie je heel mooi de zon er doorheen breken. En die mag wel echt, nou, gewoon wit zelfs. Zie ik, zo licht is het. Even kijken. Nou, gaan we even door met die wat donkere toon. Oppassen dat je. Ik krijg een heel klein beetje dat het dus nu hier in doorloopt. Dat het iets grijziger wordt, maar ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. Dus ik ben echt met die achterste rand bezig van het bos, waar zometeen het licht van die sneeuw tegenaan komt. Nou, je hoeft niet al die boompjes te tekenen. Dus ook hier, als je door mijn oogharen heen kijkt, dat is met name, nogmaals, als je door je oogharen heen kijkt, dan zie je het gewoon heel helder. En hier nog maar even wat licht. Nou, ik krijg een heel klein beetje. Kijken. En hier, dit is eigenlijk de onderkant van dat stukje boomgrens. Hier komt zo meteen, bab, dat witte van ook een boom ervoor langs.
Nou, ik ga nu toch deze weer doen. Iets verdunnen, dan krijg je net wat donkerder of wat strakkere lijntjes. Ja, wat meer speelsigheid nu, als je die boomstammetjes hebt gedaan. Maar ook hier krijg je zometeen, dus dan moet je die onderkant van dat donkere stuk weer een beetje helder hebben. Maar goed, zometeen zie je het wel. Hier voorlangs komt zometeen ook een heel duidelijk krachtig stuk sneeuw. Ook hier een beetje structuurtjes. En ook dat gaat zo meteen. Nou, je kunt altijd nog weer heen en weer werken hoor. Dus als je zo meteen denkt van nou, het is te weinig contrastrijk, kun je altijd nog weer zeggen van ik breng er nog weer donker op aan. En dan daarna weer met het een keer voordat je het wit zo meteen gaat aanbrengen. Even zorgen voor iets van contrast. Nou, misschien een klein stengeltje van. Oh, een stengeltje. En iets van een boomstammetje daar nog achterlangs. Misschien hier ook nog wel. En hier zit er ook nog één. Even kijken. Nou, dan ga ik hier een heel klein beetje naar deze kant. Dus het grappige is dat ik net zei dat je bijna geen rode geel. Dit is ook zo. Alleen hier zit dan toch nog wel weer het nodige wat wel weer voor wat tinten zorgt. Richting de warme tinten. Ja, en werk het gewoon open. Want je gaat niet elk takje ga je schilderen. Het is ook hier weer echt suggereren. Van wat daar gebeurt. En mocht je een wat iets simpeler landschap zoeken, want dit is inderdaad niet meteen het meest eenvoudige, dan heb ik bij YouTube mijn kanaal ook nog een inleiding staan, die er al jaren op staat, waarin ik het, die net iets eenvoudiger is. Even kijken. Hier. Nou ja, dit stukje is gewoon heel belangrijk. Vandaar dat het nou ja, lijkt alsof ik nou waarschijnlijk niet binnen de 3 kwartier het gaat halen. Maar zometeen gaat het in 1 keer wat sneller. Als ik met die lichten ga beginnen. Even kijken. Nou, dat is deze kring helemaal. Ik moet ook hier nog even wat met oranje. Ik ben ook een beetje bezig. Niet wat warmere tinten. Oké, nou gaan we even naar de rivieroever, want ik werk nu weer eventjes naar van boven naar onderen. Van onder naar boven bij de rivieroever.
Dit is nog ietsjes meer naar die kant toe. Goed zwart. Of zwart, het is gewoon dus die blauwe en die bruin weer. En als je door je ogen heen kijkt, zie je aan deze kant zie je dat hier een heel donkere plek zit. Zometeen heel mooi dat sneeuw voorlangs gespiegeld kan worden. Oh, staat hij er wel op, ja. Nou, eerst die stammetjes maar weer. Het is wel een heel gedoe met die stammen. Ik heb inderdaad ook niet echt een afbeelding uitgezocht die... Nou ja, het zich heel erg leent voor eigenlijk een hele snelle vertaling. Even kijken. Handig is wel dat je daar eerst achter ook weer wat licht maakt. Dus deze stam, die kan ik eigenlijk ook weer een beetje vergeten. Moet ik even laten drogen. Even kijken hoor. Het is een beetje heel licht blauw. Ietsjes feller blauw dan dat ik erop heb gedaan. Kijk dan. Dan moet ik dus deze niet aanraken, want dan wordt het weer vies. Maar hier ga je zo meteen sowieso heen en weer, continu met allerlei toontjes. In ieder geval om een structuur te krijgen waar dan uiteindelijk die wittige laatste toetsen aan de rand van de boom op kunnen. Dan kun je heel mooi, dat is heel wit. Dus ik een beetje erin frutselen. Maar zometeen gaat het oog, zeg maar, van jou gaat het werk doen. Dus dan valt alles op zijn plek in één keer. Of in één keer, maar ja, eigenlijk wel. Het is dus niet helemaal knalwit. Een keer nu voor de rivier langs krijg je dus de rand. Kijk, dan is het nog niet helemaal droog, dus dat is een nadeel. En dat hoort dus bij dit. Het zijn allemaal ja, struiken en grasjes en weet ik het wat allemaal. Dus het moet eigenlijk een beetje omhoog lopen, mag ook wel af en toe eventjes een beetje viezig worden. Nou, hier voorlangs krijg je ook een heel mooi, dat is wel een heel krachtig wit gedeelte. Sneeuw dat hier zo voorlangs loopt. En dan zie je dat je dat donkere gedeelte er eigenlijk al indrukt. Nou, we moeten ook weer niet een hele lange geschiedenis maken. Dus ik ga toch nu, ik vind deze achtergrond eigenlijk wel op zich goed. Een beetje door met die en wat je ook kan doen is ja, dan krijg je wel wat rechtere lijnen. Is bijvoorbeeld dit soort lijntjes afdrukken met een ja, heel dun stukje karton of iets dergelijks. Maar ja, dan krijg je dus wel een wat strakkere lijnvoering. En met je duim erbij langs, dat maakt het ook altijd net wat ragfijner. In plaats van dat het van die hele dikke penseelstreken worden. En ik zorg dat het penseeltje een beetje plat is op het moment dat ik het omhoog beweeg of naar beneden.
kan trouwens wel, dat zit ik opeens te bedenken, ik kan wel de versneller er even op zetten. Bij zulke stukjes, dat zal ik zo meteen dan even doen, want dit gaat een tijdje duren. En dan is het prettiger. Maar dan hoor je even niet wat ik allemaal opmerk tussendoor. Nou, durf het hier ook af en toe een beetje ietsjes donkerder te maken. Want zometeen ga je met nog weer een soort lichtere tint even die rivieroever bij langs. En dan is dit zeg maar wat daarachter er aan de hand is. Dat zijn die, ja, de restanten van wat ooit daar gegroeid heeft. Voordat de sneeuw erop kwam. Nou, hier is het een stukje donkerder ook weer. En nogmaals, zo meteen ga je echt beginnen met die lichten. En dan valt hij in één keer op zijn plek. Nou, ook hier krijg je inderdaad ietsjes meer donkerte. Die niet allemaal wil gaan letterlijk gaan tekenen. Dus ik ga een beetje suggereren. Dus ja, probeer die manier van hoe die boom, zeg maar, ja, hij buigt als het ware een beetje hier over. Ik probeer die energie van die boom een beetje te pakken. En houd een beetje rekening mee waar dus zeg maar die sneeuw zo meteen er echt op gedrapeerd wordt. Een keer krijg je een heel mooi takje. Die ook helemaal. Deze boom mag iets grover met een wat grovere kwast. Zo meteen moet je wel weer wat fijner gaan werken. Als je die echt de laatste takjes wil doen. Een beetje de energetische duiding. Die kun je wel op deze manier doen, anders is het ook wel echt weer een ontzettend fijn schilderwerk wordt het. Dus wat is dit nou weer? Ik heb ook weer rood weer aan de kwast aan mijn hand. Dus dat is wel handig om dat te verwijderen, want voor je het weet. Nou, gaat het onderdeel uitmaken van jouw werk. Nou, de spraak door, dus ik weet niet wat er allemaal opkomt. Helemaal niet. Ja, misschien spoel ik het ook wel niet door. Ik weet niet hoeveel tijd ik nu zit. Oh, wacht, er nog maar van me. Nee, je zult zien zo meteen, als je echt die diepte wil, zal ik je zo meteen nog wel een keer weer met, als ik dat wit heb aangebracht of dat lichte, nog een keer af en toe een takje moeten doen. Want je krijgt natuurlijk wel diepte en dan wat er voor is. En dat kan ik nu niet allemaal in één keer doen. Nou, even kijken. Komen we hier bij de bult. Even zien, hier hebben we de eerste bult. Die gaat hier zo naar binnen.
van de zijkant van het riviertje. Dus dat is zeg maar dit gedeelte. En hier krijgen we, nou eigenlijk moet je het gewoon met licht doen, nog niet te licht. Nou, dan krijg je het volgende bultje voorlangs. Dus je moet echt een bultje altijd denken. Dat is dus hier. En doe het liever eerst even wat karikaturaal. Dus dit mag best wel wat lichter zijn. Dan kun je het later altijd wel weer wat glaceren. En ga mee met die, hoe die helling loopt. Nou, gaan we naar de volgende. Dat loopt dus zo weer om het bochtje heen. En dan ga ik zo meteen dan met donker weer overheen. En hier krijg je het volgende bultje. Dat hier weer op deze manier loopt. En ja, ik zeg altijd, ja, doe me mee met die kwaststreek. Hoe het loopt, zeg maar, de bult. Qua dieptewerking. Zo kun je, nou, het is wat anders. Maar. Nou, dat takje hier voor langs, dat ga je zo meteen pas doen. Het is wel een hele rechte bult. Dat vind ik toch mooi als dat ietsjes natuurlijker loopt. Maar goed, dan ga je zo meteen verder in detail. Ik vind dat zelfs een beetje rozig in zit, in dat, die oever. Heel klein beetje. Dus niet te veel. Nou, wordt wel heel erg roze. Dus nou weer richting de blauwe. En heel klein beetje. De oeverrand even wat meer duiden. Sneeuw eroverheen. Ja, het is natuurlijk een hele mooie kleur blauw eigenlijk wat eronder is. Kijk dan, iets beter kwast. Ik heb hier geen magenta. Dan krijg ik het een beetje richting paars en drukken. Ja, nee. Hier ga je zo meteen weer definiëren met het is maar weer drogen. Ik krijg het randje heel mooi. Ja, misschien wel handig
om nu dit even te doen, dat is de weerspiegeling zeg maar, van de bovenkant. Nou, kan ik een beetje richting die tint meegaan. Nog iets van licht erin, niet te veel. Voordat je die boomstammetjes er allemaal in zit. Ik zal de vier ook even aan deze kant afmaken. Soms is het gewoon helemaal handig om te tekenen. In plaats van dat je het allemaal gelijk in die tinten doet. Ook hier krijg je een dubbel randje. Dan krijg je ook allemaal die mooie donkere frutsels waar je zo meteen overheen gaat. Als je dan toch aan de kwast hebt, kun je hier gelijk ook dat contrast ietsjes wat helderder neerzetten. Het wordt uiteindelijk allemaal wat lichter grijzer weer. Krijg dan ook een beetje die warmte er nou in van de oranjigen. Maar ja, hou het dus heel gedempt, want het is niet echt oranje. Ja, wel, je kunt natuurlijk stoeien, hè. Vooral niet te doen zoals ik het nou zeg. Dus als je denkt, ik wil gewoon een ontzettend mooi knal. Weer die onderkant is dus het licht. Dat is het hoogste wat daar ook aan de hand is, zeg maar. Hier krijg je de enigszins weerspiegeling, dat is te oranje. Dat komt ook nou wel weer af. Ja, een beetje. Nou, een beetje oranje is het toch wel. Of richting warme. Nou ja, en hou het wat blurry. Want die echte weerspiegeling, dat komt zo meteen wel. Of de detailleringen, zeg maar. Nou, kun je gelijk de oever even doen. Even kijken, dus dit. Hoe moet dat? Nou, het hoeft niet helemaal perfect te kloppen. Ja, ik hou zelf wel van dan dit zo de voorlangste schilder voor dat donkere stukje. En dat hoort dan bij dit. En daar suggereer je eigenlijk al een soort diepte of een soort oevertje. In dit geval is die niet zo hoog oplopend. Dat dit toch wel een inleiding wordt die iets langer gaat duren. Dit is dus bosjes en hier krijg je dan ook nog een stukje oever, wat echt heel donker is.
Ja, hier zo langs. Ja, helemaal nat. Ja, daar is het eigenlijk ook wel mooi knalblauw. Ja, je kunt het dus helemaal zo kleurrijk maken als je zelf wil. Als je denkt van, nou, ik hou wel van felle kleuren. Ja, waarom niet? Je probeert enigszins impressionistisch te doen. Maar ja, je kunt het natuurlijk helemaal op je eigen manier doen. Of eigenlijk is dat het leukste. Nou, dit gaat allemaal wel een beetje zo. Ik probeer het wel wat te verbinden, dus niet te veel. Allemaal al losse stukjes. Ik kan beter eerst de kapstok hebben waar je de boel een beetje blurry aanpakt. En pas daarna, zeg maar, het grote. Of de detailleringen. Nou, krijg je die hele toestand daar nog. En hou rekening met dus waar schaduw is, waar het sneeuw niet te wit moet zijn. Nou, krijgen we dit hele gebeuren. Dat is dus ja, een beetje hetzelfde aanpak als die voordat ik met de wit begin. Even kijken, dat is dus vanuit de weer een beetje oranjeachtig warmte. Maar ook wel wat blauwer in. Dus dan krijg je zo'n hele mooie vage. Daar is veel te veel roodland in. Kijk, dat is de boosdoener, rood vaak, als je te veel rood pakt. Maar je kunt altijd die kleur ergens heen sturen. Alleen moet je niet per bult gaan werken. Even kijken. We gaan hier even iets suggereren. Dus nogmaals, ik heb geen zin om elk takje een individueel dingetje te schilderen. Wat ik... Nou ja, op zich zou dat... Dus je, ik kras als het ware met mijn penseel. Ja, die verf eigenlijk weer open. Alles wat ik aanbreng. Nou ja, en verbinden. Dus durf dit ook weer aan te raken. Wat je al hebt geschilderd. Want het moet wel in elkaar overlopen. Ik zie ook vaak mensen die dan tot een bepaald stukje. En dan ja, niet meer verder durven schilderen. Omdat ze ja, dat andere ja, kennelijk willen bewaren. Kijk, het wordt hier steeds toch een stukje lichter. Waar je zo meteen dan die hele... Echt allerlaatste lichten op kan zetten. Maar hierachter zie je zelfs ook wat echt nog oranje van de lucht. Een beetje doorheen schemeren, dus die ga ik toch even aanbrengen. En met name bovenin dan echt dat wittige. Ja, en hou het open, dus... Met name als je gaat suggereren, hier zou ik het niet helemaal dicht smeren. Hou die. Ook hier. Ja, kras er maar weer in. Even kijken. Nou, dat is wel heel erg donker. Of oranje. Nou, nog gaan we een beetje de onderkant van die boom. Want vaak komt het licht van boven. En is de onderkant van zo'n gebeuren. Het donkerste, dus hier krijg je eigenlijk een, voordat je die witten opbouwt en die stammetjes ervoor zet, iets wat donkerder geblurred gebied. Heel donker, maar hier zit ook een heel donker stukje, dat is dus heel blauw. Mag wel ietsjes minder. Ja, nou moet ik dit natuurlijk ietsjes minder met de grove kwast doen dan dat ik het daar heb gedaan. Ja, ik ben eigenlijk wel van de snelle. Impressie doorgaans.
En probeer onnatuurlijke vormen te vermijden. Dus vierkantachtige dingen en zo. Nou, even kijken hoor. Hier nog. Nee, pak nou de fijne kwast, anders dan blijf ik te lang met de grove kwast. Kijk, ik zit alweer op 3 kwartier. Even kijken, we gaan hier een boompje. Weer te nat. Je moet het wel een beetje nat, niet te. Want dan krijg je aquarelachtige effecten. En dat is ook mooi, maar dat is niet wat ik nu wel. Kijk, dan pakt die verf weer niet. Maar ja, moet wel een beetje. Anders dan krijg je dit soort rare fratsels. Ja, stammetjes doe ik aan de onderkant toch ietsjes dikker doorgaans. En ook hier weer probeer die energie van een beetje die richting te pakken. En die boom die ervoor langs loopt, die krijg je natuurlijk, die pak je pas als laatste. Ook hier al die rommels die hier nog zitten. Allemaal takken. Dan ga je eerst die onderkant doen en daarna suggereer je die voorkant ervoor langs. Even kijken. Komt weer dat stukje hier voor langs. Nou ja, ik kun je alvast die boom die er. Zou je vast hier een beetje kunnen neerzetten. Iets van weerspiegeling moet er natuurlijk ook in. Ook hier, als die achtergrond klaar is. Maar nogmaals, ik ga nu enigszins suggereren. Of een beetje richting de afronding. Hier krijg je nog een boom die deze kant op gaat. Dat is ook wel even mooi. Op de afronding richting het. Na aanbrengen van de sneeuw, zeg maar. En je snapt, hoe meer je nu gaat detailleren, hoe realistischer het wordt. Dus als ik hier nog een uur of iets dergelijks aan door ga werken, dan krijg je best wel. Een mooie geduide plaat. Eigenlijk wat te vroeg voor deze, maar dan kan het even drogen. Dus ik kan beter eerst dit even ietsjes meer afmaken, want hier gebeurt ook nog wel het nodige waar de bel nog net ietsjes natuurlijke van ogen. Dus ik hier doe maar even wat frutsels, want het ligt natuurlijk onder de sneeuw, ligt van alles. En voordat je die sneeuw erop zet, dat al heel vaak gezegd. Een beetje in de gaten houden hoe dat loopt qua bomenspel. Toch hier ook even een boompje, want anders dan. Dat is wel heel dik. Dan heb ik hier niks qua weerspiegeling. Dus je kunt natuurlijk gewoon zelf bomen erbij doen zoals je het wilt.
is de weerspiegeling natuurlijk minder krachtig en helder. Ja, en af en toe eens even een klein stammetje over elkaar laten lopen. Dus niet alleen maar recht. Hier mag wel meer oranje als weerspiegeling ook van dit gebied, van de bovenkant. Oh ja, geel, dat wordt natuurlijk makkelijk groen. En dan moet je er, als je daar uit wil komen, eigenlijk een beetje rood weer bij doen. Dan ga je weer uit die groene. Want groen is te veel alleen maar geel en blauw. En niet, net niet die andere componenten tussenin, zeg maar. Nou ja, en je zult zien, als je zo'n stam die de voorlangs doet, of zo'n bosje, waar ik, of zo'n takje waar ik hiermee bezig ben. Maar ondertussen was ik alweer afgeleid door een ander gebied. Oh ja, dat was ook zo. Ik zou die dingen eerst doen. Hoe meer je gaat naar voren werken met allemaal nog wat meer detailleringen, hoe meer je dus die invulling ook krijgt van de afbeelding zelf. Goed, begin nu maar even met de sneeuw. Daar heb ik nog 10 minuten voor, dan zitten we alweer op een uur. En natuurlijk heb ik sneeuw al een beetje hier gedaan. Even kijken. Daar heb je dus verschillende methodieken voor. Bob Ross gebruikt een waaierpenseel. Dat is ook een mogelijkheid. Ik probeer het hier even op mijn eigen manier op te lossen. Ook hier in de bomen. Een bepaalde, kan ik wel even een aantal doen voor deze. En dit is het dus niet, want ik ga er nu even doorheen met de achterkant van de kwast. Want dat is voor mij een beetje zoals ik het met name vertaal. Omdat die sneeuw op individuele takjes ligt en er een beetje af lijkt te gaan. Oppassen dat het niet te veel kunstige groepjes zijn. Dus misschien kan ik ook gelijk al een beetje doen. Nou, iets natuurlijker. Ik kan er zelf wat groen nog in doen. Want die dennenbomen zijn natuurlijk ook in de winter wel wat groenig. Maar dan moet je maar een beetje heen en weer sturen. Ja, vind ik nog niet helemaal super. Nou, in ieder geval dat randje, dat moet het lichtste zijn en de meeste detailleringen hebben. Dus het fijnste, zeg maar. Ook hier zul je zien, als je gewoon dit helemaal enigszins invult. Nou, dat ga ik dus nu niet allemaal doen. Maar snapt het idee dat je dan je oog, wat ik zei, ja, die gaat het allemaal invullen. Hier krijg ik natuurlijk, ik ga maar een beetje heen en weer, want ik weet niet in welk stadium ik zo meteen stop. Dan kun je die highlights, het is een beetje
geel. Oranje. Weet je dan? En nogmaals, houd er rekening met allerlei verschillende tinten. Nou, hier ligt natuurlijk de sneeuw op zo'n tak. Dus ja, probeer dan een beetje die tak te volgen. Ik doe het erop. Ook hier. Maar dan zul je toch eigenlijk al die takken eerst af moeten maken. Tenminste, helemaal richting het realistische plaatje. Nou, een beetje blauwig zeg maar in de schaduwkant. Dus de sneeuw die is niet overal hartstikke wit alleen maar. Ook hier krijg je het randje. Wat het lichtst is. Of wat zich echt mooi ook afzet tegen zo'n wat donkerder achtergrond hier. Eigenlijk moet je die achtergrond ook weer eerst doen. Maar oh, eens suggereren. Een beetje poetsen. Oppassen dat het niet vies wordt. Dus het is in die zin ook handig om het wel een beetje in volgorde te doen. Dus de takjes die ik hier voor heb. Is er misschien net ietsjes te vroeg. Een beter de achtergrond. Af hebben, afmaken. Hier de sneeuw van deze voordat ik dat takje doe. En dit weer een beetje terug veroveren. Zo heel licht, want zo licht is het niet. Dan zie je dat die donkere ondergrond er doorheen schemert. Waardoor die sneeuw dan net wat meer, nou ja, body heeft. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Even kijken, zo'n boomstam hier, ja, die moet toch ook pas aan het eind voorlangs. Als dan, maar ja, je hebt een beetje een idee hoe dit opgebouwd. Het uur is ongeveer ook nu geweest. Ik zal hem een beetje wat dichterbij houden. Hoe, zeg maar, al die structuurtjes. Dus eerst dat blurren achterin en daarna ga je naar voren toe, zeg maar, die veel meer detaillerende stukken doen. Maar ja, hier ben je inderdaad nog wel op zijn minst een uur, anderhalf uur mee bezig. Omdat er gewoon heel veel gebeurt. Maar het is van achteren naar voren opbouwen. Dat is in ieder geval wat er aan de hand is. Oké dan. Nou ja, toch nog even een klein dingetje. Want ik vind persoonlijk dat sneeuw er te veel op liggen. Dus wat je dan doet, is zeg maar, dat wat die rand is van zo'n boom, dat ligt er dus nu te veel op. Dat je deze kleur weer aanmengt en dan dat een beetje daarheen schildert. Dus als ik nu deze tint een beetje ontleed, dat is dus die briljant blauw, een beetje grijzig. Dan ga je dit eigenlijk heel klein beetje weer. Dat is. Even zien, hoe doe ik dat? Ja. Nog een beetje meer
Een beetje weer terug veroveren. Anders wordt het... Zul je toch meer moeten doen met allemaal nog streekjes en toestandjes enzovoort. Maar waar het over gaat is dat die boom eigenlijk weer een soort eenheid uiteindelijk wordt. En dan zwakt die wat af te veel. Dus dan kun je daarna wel weer overheen met die wat frissere tinten. Ook bijvoorbeeld hier zo'n boom. Ja, ik zei dus al dat die eigenlijk een beetje ook misschien zelfs een beetje groenig mag zijn. Groen-grijs. Ja, het is wel heel donker. Dus dan maak ik hem ook maar ietsjes donkerder. Dit vind ik er ook wat te veel op liggen. Nou, dan kun je zeggen van nou, ik verover het iets terug. Maar het hoort dan weer bij die achtergrond zeg maar, van de boom. Dus zul je later die sneeuw er wel weer een beetje overheen moeten schilderen. Dan krijg je veel meer dat het erbij hoort. In plaats van dat het er nou ja, op ligt. Nou ja, dan nog even dus een soort tipje. Even laten zien. Nee, van afstand zie je het eigenlijk al. Dat het dan iets meer wordt opgenomen. Zo'n schilstukje. En nou moet je oppassen dat het niet te viezig wordt of te vaag. Want dan zul je dat lichte van zo'n sneeuw wat erop ligt. Zoals hier dit stukje. Ja, die zul je er dan weer eventjes op moeten zetten. Maar ik zou zo'n achtergrondje als hier zou toch eerst nog even wat levendig maken. Tenzij je natuurlijk die expressieve toets die ik heb. Of gewoon ja, de manier van schilderen zoals dit. Ja, het kan wel. Alleen het is dus inderdaad redelijk explosief en gewoon redelijk snel geschilderd. Dus als je nog een tijdje doorgaat, dan kun je het veel realistischer nog voor elkaar krijgen. Oké, dan dit nog even een aanvulling.